Dit is nou een spiegelbolgebakje met een bloemetje erop. Wil je weten hoe je dat maakt? Blijf dan kijken. We beginnen met het biscuit. Voor het biscuit hebben we eiwit, eidooiers, suiker, bloem en de maïzena. We gaan eerst het eiwit opkloppen. Dat doen we op volle snelheid. Het is handig om eerst even het eiwit goed los te kloppen en dan de suiker toe te voegen. Dat gaat wat sneller. Ook al heb je in het begin de neiging om meteen de suiker te doen, even wachten. Oké. Je ziet dat het eiwit nu mooi luchtig is, dan doe ik de suiker bij. Kijk, nu is het heel mooi snel stevig. Ziet u dat? Dan doen we de eidooiers erbij. Heel vaak zie je dat de eidooiers apart opgeklopt worden. En dan ook luchtig erdoor. Alleen dan moet je zo lang roeren dat je weer lucht verliest. In dit geval verlies je gewoon geen lucht. Het blijft een mooi luchtig beslag. Dan de bloem. Die doen we altijd 7. Met de maïzena. De zeef is niet om de klontjes eruit te halen, maar om luchtigheid te krijgen. Dan kun je sneller mengen. En mensen, gemengd is gemengd, hè. Je kunt wel door blijven roeren, maar dan verlies je alleen maar lucht. Dan doe je de helft in, want het zijn genoeg voor 2 bakplaatjes. Een hoekpalet. Dit gaan we bakken. Op 220 graden of 7 minuten ongeveer. En dan ga ik nu de bavarois maken. En we beginnen altijd met de gelatine in de week te zetten. Hoe langer, hoe beter. Ik vind het wel minimaal een uur. Waarom? Dan neemt hij zoveel mogelijk vocht op. En hoe meer vocht hij opneemt, haalt hij dat vocht niet uit de bavarois. Waardoor je een veel mooiere bavarois krijgt die niet zo hard krimpt of te stijf wordt. Dan de slagroom opkloppen. En dan doen we direct de suiker bij. De slagroom moet yoghurtdik opgeklopt worden. Doe je dat te stevig, dan moet je straks te lang mengen en dan verlies je weer lucht. Dan de passievruchten. We hebben hier passievruchten. Die doen we in een pannetje. En dan doen we de gelatine oplossen in de passievruchten. Waarom doe ik dat? Dan weet ik zeker dat die mooi opgelost is. Plus, als ik de koude passievruchtenpuree met gelatine zou mengen naderhand, dan blokkeert dat meteen en dan krijg je klontjes. De gelatine lost op bij 30 graden, dus hij hoeft niet warmer te worden dan 30 graden. Je ziet dat de gelatine bijna is opgelost. Maak hem niet te heet hoor. En de slagroom is ook mooi. Dit kan ik even blijven staan, want biscuit moet eruit. Meteen van de plaat afhalen, dan koelt hij mooi af. En wat je het beste kunt doen is om meteen te lossen, een bakpapiertje, omdraaien en eraf halen. We hebben hier een bolmatje. Daar gaan we straks de bavarois in doen. En er moet biscuit in. Dan pakken we 6 mooie grote en 6 kleintjes voor het midden. En wat je over hebt bewaren is lekker in de appeltaart. De slagroom is klaar. We gaan monteren. Oftewel, we gaan de bavarois maken. Het handigste is om eerst een klein beetje slagroom hierbij te doen. Dat mengen we mooi. Dat doen we zodat hij niet meteen blokkeert in al die koude slagroom. Nu kunnen we even mooi maken. Dan doen we het er weer hierbij. We noemen dat ook wel familie maken. Je ziet dat we hier een mooie gladde bavarois hebben, die we meteen kunnen verwerken. Om de bolmatjes netjes te vullen, doen we dat toch het liefste met een spuitzak. Er hoeft geen spuitmondje in,
Maar gewoon even de bavarois erin doen. En dan het vullen. Dat moet in één keer netjes eigenlijk. Je vult hem bijna tot de rand toe. En de spuitzak stil houden. Dan pak je de kleinste. En die druk je er mooi in. Zodat de rest er mooi komt. Dan zie je dat je mooi gevuld is. En zonder luchtbellen. Een beetje afdoen. En het tweede biscuitje. Dit rondje mag altijd iets kleiner zijn dan de bavarois. Om twee redenen. Dan glijd je niet van je bordje af. En het tweede, je ziet hem niet. Je ziet alleen maar bavarois. Dit gaan we invriezen. De naam spiegelbolgebakje zegt het natuurlijk al. Hij moet bol zijn, maar vooral zo glanzen dat het lijkt of je in een spiegel kijkt. We gaan een gelei maken. Een spiegel. Hoe maak je dat? We beginnen natuurlijk, en het woord zegt al, gelei, gelatine. Zet die ruim van tevoren in de week. Dan hebben we witte chocolade. Want we maken een blanke gelei. Maak een chocoladegelei, pak je natuurlijk donkere chocolade. Dan hebben we glucose. Glucose, waar is dat voor? Dat het mooi zacht blijft. In de bakkerij noemen we dat, het gaat kristallisatie tegen. Het wordt dus niet hard. Dan hebben we blanke gelei. Wat is dat? Dat is eigenlijk suiker met gelatine. En die is al heel mooi opgelost, zodat we daar een mooie glans krijgen. En we hebben natuurlijk room. Om het maar een heel klein beetje is, doen we daar een beetje water bij. Zodat we een mooiere massa hebben om te koken. Dat is maar een klein beetje die je nodig hebt. Daar doen we ook de glucose bij. Ik doe altijd een beetje nat maken, zodat we makkelijker uitkomen. En de blanke gelei. De gelatine doe ik bij de chocolade. Ik kan die daar mooi aflossen en sneller afkoelen. En dit gaan we mooi koken. Je ziet dat hij mooi kookt. Even goed koken. Dat hij mooi glad is. En direct op de chocolade gieten. Het voordeel is dat de gelatine oplost en de chocolade ook. Het glanzende laagje wordt eigenlijk bijna altijd gemaakt met gelatine. Nu kun je het blank laten, maar je kunt het natuurlijk ook een kleurtje geven. En dat kleurtje kun je met heel veel verschillende dingen doen. We kunnen witter maken met titaandioxide, rood, maar in dit geval doen we het geel. Dat past mooi bij de passievrucht. Dit lijkt heel erg oranje, maar dat valt heel erg mee. Wij controleren altijd zo, met een spateltje, dan zie je dat het eigenlijk mooi geel is, hè? Er zijn heel veel verschillende kleurstoffen, maar wil je nou echt natuurlijke kleurstoffen gebruiken, dan kun je gevriesdroogde, fijn gevreven fruit of groente gebruiken. Je kunt bietensap gebruiken om roze of rood te krijgen. Of als je felgroen zou willen, dan laat je spinazie inkoken. We gaan zo dadelijk het bolgebakje mooi afwerken. Dat kun je met chocolade doen of met vers fruit. Maar het is ook wel eens leuk om dat met een koekje te doen. En we doen dat met een obliebeslag, een paard sigaret. Je ziet het wel eens op een ijsje liggen, zo'n opgerold horentje. Nou, met dat beslag gaan we het maken. En we hebben daarvoor nodig eiwit, poedersuiker, boter en bloem. Ik ga hetzelfde bolmatje nu gebruiken voor de decoratie. Uit een kartonnetje heb ik een mooi figuurtje geknipt. Het mag nooit te dik zijn, maar het moet een heel dun koekje zijn. Dus je kunt het niet uit zo'n dik karton halen en ook niet uit een papiertje. Je moet echt wel een mooi stevig kartonnetje hebben. Dit heb ik nodig om daar uit te steken. Wat gaan we doen? We beginnen met de boter. Die moet mooi zacht zijn. Maar dat is hij niet. Dat gaan we oplossen. De boter in de kom. En dan mag je eigenlijk meteen de poedersuiker bij doen. Dit gaan we mengen.
Die boter is veel te koud. Die komt uit de koelkast. Die moet ik even warm maken. Hij moet zalvig worden. Nou, ik ben even naar boven gelopen. Mijn vrouw is er toch niet. Oké. Kijk. Sommige mensen doen dat met een gasbrandertje. Maar het is wel wat veiliger, hè? Oké. Je ziet, het wordt nu al mooi zalvig. En al bijna mooi wit. Ik ga nou het volgende doen. Ik doe hier het eiwit bij. En dan mag je gerust in één keer erin doen. Als je nu in de kom kijkt, dan ziet je dat je eigenlijk wat gaat schiften. Daar moet je niet van schrikken. En dan de bloem. Zodra dit een beetje oplost is het eiwit, dat zie je wel, dan kan de bloem erbij. Dat kunnen we ook in één keer doen. Even stilzetten. Anders zit heel de keuken onder. Even rustig opbouwen. En dan gaat hij. En dan wordt in één keer een heel mooi beslagje. Kijk je maar eens. Terwijl het beslagje draait, pak ik even een bakmatje. Dat is handiger dan een papiertje, vind ik. Dat blijft wat mooier liggen. Dat kan ook goed op een papiertje, hoor. Dus rustiger, hij is klaar. Bakmatje. En dit. Zie, mooi beslagje. Mocht je van dit beslag overhouden, kunt je gewoon invriezen en weer voor een ander keertje gebruiken. Dan pak ik een klein beetje. En met zijn hoekpalet, ziet u, dat is heel handig. Ik heb de oven op 160 graden gezet. Ik ga hem ongeveer 5 minuten voorbakken. Na enige minuten moet even kijken, is die echt een tijd voor, ligt een beetje aan je oven. Dan moet je eruit halen. Die is nog gewoon wit. Ik haal meestal even het matje eraf, het koelt je wel lekker af. En dan haal je het middelste eruit. Waarom doe je dat? Dit komt dadelijk op het bolgebakje te liggen. En doe ik dit niet, dan glijd je eraf of ik kan er geen decor meer opleggen. Dus echt ter bescherming van het koekje. En dit gaat even terug in de oven. Om te kleuren. Terwijl de koekjes dus bijkleuren, ga ik de bolletjes saleren. Ik kan het doen op een rekje door te overgieten. Maar je kunt het ook met een mesje doen. Dan haal je ze eruit. Ziet u? Even mooi bijwerken. Rustig naar boven. Ziet u? Mooi, hè? Langzaam naar boven halen, zodat je mooi de gelei eraf haalt. Zodat hij geen druppels meer heeft, omdraaien. Prachtige spiegel. De gelei die over is, geen probleem. Ik kan zo de vriezer in. We zijn mooi gekleurd. Mooi, hè?